Martin, goedemorgen. Middag. Wat een troosteloze gebeuren hier, hè? Ja, het is een beetje ooit, herfstachtig slecht weer. Ooit stond hier een sportzaal, de Nassolaan. Ja. Maar die is weg. Dat klopt. Ik ben opgegroeid en ik ken het van vroeger nog heel goed. Ik heb hier in mijn jeugd veel gevoetbald. Voetbalvelden rondom, daar is al bestaan een stuk van de Veerse Poort. Nou, de sporthal stond er tot een maand geleden stond hij nog. Het was een van de eerste en mooiste sporthallen in Nederland wel, van dat formaat. Echt een schitterende zaal, ik denk elke Middelburger die wel kent. Ja, Smit die had zelfs de vloer eruit gehaald, die heeft er tafels van gemaakt. Daar was nog belangstelling voor ook. Ja, leuk, mooi is dat. Ja. Dat is een collectors item denk ik, ja, voor echte Middelburgers. Maar jij speelde voetbal bij Middelburg? Klopt, in mijn jeugd en daarna ben ik wel naar Oost-Capelle verhuisd, maar in mijn jeugd heb ik hier gevoetbald. Een topspits. Nee, geen spits. Nee. Ja. Maar Martin, er is hier van alles aan de hand natuurlijk, want hierachter hebben we de Sintelbaan. Ja. En dat had ik eigenlijk niet eens begrepen, maar ook dat stuk gaat bebouwd worden. Klopt. Het is de laatste fase van het project de Veerse Poort, wat hier volgebouwd gaat worden. Het heeft pas in de krant gestaan, hè? Dus de verwachting is dat de verkoop over een jaar start en dan zal waarschijnlijk over 2 jaar zal de laatste fase ingevuld zijn. De Veerse Poort kenmerkt zich denk ik, zeker als je via Google bekijkt, via Google Earth, het is stedenbouwkundig een hele mooie wijk. We gaan straks misschien nog even op een andere plek even kijken, laat ik je dat nog zien. Het is ontworpen door Herman Hertzberger, een internationaal bekende architect. Met vooral de zichtlijnen zijn natuurlijk heel goed en de wijk is vooral geliefd. Het is dicht bij het centrum, winkels in de buurt, ook snel buitenaf en alle comfort van nieuwbouwwoningen natuurlijk. Ja, het wordt de rol van M2-makelaars in dit specifieke stuk, hoe gaat dat? En dan wordt er één bedrijf gebouwd? Of? Een ontwikkelaar die heeft het in ontwikkeling en die zoekt dan de bouwer nog bij. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar mocht je vragen hebben over deze wijk of de nieuwbouw, wij staan altijd zijn bereid mensen te helpen en we kunnen vragen beantwoorden. Dus je kunt altijd contact opnemen met ons kantoor. Oké, dankjewel. Dan lopen we even naar de andere kant. Ja, nu kom je er niet meer vanaf. Kijk. Nou, we staan hier eigenlijk in het hart van de Veerse Poort. Wat ik je net vertelde, Edwin, over de zichtlijnen. Je ziet hier prachtige schuine zichtlijnen met waterpartijen erin. En je gaat misschien tegen de wind in filmen, maar hier zie je veel groen. De skatebaan, ook de Lange Jan aan die kant. Dus je ziet hoe dicht je hier bij het centrum bent. Wat leuk om te vermelden, Edwin, dat is de Mezenhof. Daar krijgen we binnenkort een gelijkvloerse woning te koop. Okay. Dus dat is wel leuk. Als je interesse hebt, volg onze website, M2-makelaars. En ook aan die kant komt binnenkort een huis te koop. Dat is de Vinkenhof. En die heeft een heel mooi zicht. Een tuin op het zuidwesten met veel licht. Een grote huis ook. Dus dat is gewoon Want die bovenverdiepingen die horen gewoon bij de onderkant, neem ik aan. Ja, een dakterras boven. Het zijn geen appartementen. Het zijn echt grote huizen. Ja. Ja, gewoon een prima stukje Middelburg hier, of niet? Ja. Hier was vroeger het befaamde sportpark De Nadorst. Hè, met succes in de jaren 70 was Middelburg de beste ploeg van Nederland. Deze er nog toe, ja. Daar heb ik een foto van gezien. Ja, lang geleden.